met een citaat. Hij moet met mij d'accord zijn dat men in ons speedwayander zijn idee niet immediatelijk genoeg kan developeren. Daarom heb ik geresolveerd van ze met enige Franse termen te entremêleren. Zij krijgt daardoor een geheel ander ei. Enfin, het ambericeert ze. Aan het woord, dames en heren, is een liefdesrivaal van Quentin Matsys. En een naar de schilder genoemde succesvolle toneelstuk dat hier ook al werd aangehaald. Aan het woord is de jonge Jan-Frans Willems, die zich met het stuk op de voorgrond schreef. Hij werd geboren in Boeghout de eerste dag van de Franse bezetting. Hij genoot samen met de oudste kinderen van Georg Bergman, diens huisonderwijsster. En op zijn 14 schreef hij een poëtische aanklacht tegen het gemeentebestuur van Boeghout. Dat had zijn vader gebroodroofd omdat hij geen of onvoldoende Frans sprak. De autodidact bezong in het Nederlands de glorie van Apollon. In het Nederlands dus, wat op zich al merkwaardig was in die tijd. Maar hij had vanaf 1814 vooral lof voor Willem de Eerste, de vorst die de moedertaal en haar rechten zou herstellen. De Franse bedreiging bleef echter bestaan en in 1818 schreef hij het tweetalig poëtisch manifest aan de Belgen au Belge. Het werk maakte hem tot ver in het noorden bekend, bezorgde hem prestige in hogere kringen en uiteindelijk ook een lucratief ambt. Hij werd het belangrijkste aanspreekpunt voor Noord-Nederlanders in het zuiden. Als in 1819 de taalwetten gestemd werden en de implementatie ervan halfweg de jaren 20 Willems linguistische droom in vervulling leek te zullen doen gaan, kon hij zich volop aan de studie wijden. Hij werd lid van de Koninklijke Commissie voor de Uitgave van Historische Bronnen. De self-made man, de ambtenaar, werd geleerde en een rustig leven wachtte hem. Terwijl het Verenigd Koninkrijk goed op weg was om economisch succes te worden, groeide de weerstand op verschillende fronten. Franse journalisten en advocaten roepten zich tegen de taalwetten en de katholieke kerk in het zuiden verzette zich tegen de overheidsinmenging. Het monsterverbond van katholieke en Franstalige liberalen bracht het Verenigd Koninkrijk te val. In de nadagen van het Hollandse regime trad Willems weer op de voorgrond. Met artikels, open brieven en streamende pamfletten bestreed hij de verfransers. Toen Brussel in handen van de patriotten viel, werd in Antwerpen een burgerwacht opgericht en Willems verdedigde met het geweer in de hand het huis van Oranje, het regime dat de meeste waarborg bood voor de taal van zijn vader. Al niet opgemerkt dat de man zijn ambt tijdens het Verenigd Koninkrijk niet had weergekregen. Willems engagement werd hem na 1830 niet in dank afgenomen en hij werd verbannen naar wat hij stevast in zijn brieven het ellendige Eeklo noemde. Hij was ook daar ontvanger van de registratie, maar tegen een fractie van zijn wedden in Antwerpen. Ondanks kindersterfte en de niet afnemende droefheid van zijn vrouw in dit provincienest, ondanks het feit dat zijn hele bibliotheek in Antwerpen was gebleven, kwam hij tot studie. Kopieerde hij oude manuscripten, leerde hij enkele talen bij en vertaalde hij de middeleeuwse Wijnaard. In het voorwoord, dat vooral een Vlaams manifest is, schreef hij: van mijn jongste dagen af heb ik getracht de verworpen moedertaal te helpen opbeuren. Ik heb dezelfde zowel tegen de bekrompenheid der Hollandse schrijfregels als tegen de verbasterdheid van het Vlaamse schooldialect verdedigd. Ik heb haar rechten op het openbare bestuur en haar nationaliteit door historische gronden, zoveel als in mij was, bewezen en voldongen. Om harentwil ben ik van Antwerpen naar Eeklo verbannen. Zij moet mij dus wel dierbaar zijn. Einde citaat.
Dankzij de steun van invloedrijke vrienden kwam er ambtelijk en financieel eerherstel. Bovendien werd hij lid van de Brusselse Academie de Royale, zoals al gezegd is, en van de Commission Royale d'Histoire. Van dat laatste is hij lid geworden, omdat het in wezen met allemaal dezelfde mensen de voortzetting was van de commissie die al onder het Nederlands bewind actief was. En omdat hij eigenlijk al het verst gevorderd was met voorziene publicaties voor die commissie. Zonder al te veel toegevingen te doen, kon Willems zijn strijd voor de taal verder zetten. Niet meer in een nationale context, als in het Verenigd Koninkrijk, maar in een subnationale. In een België dat taalvrijheid grondwettelijk vastlegde, maar in de praktijk voor het Frans koos. In zijn Britse kantoor gebeurde vanaf dag 1 alvast alles in het Nederlands. En dat tot de dag na Willems overlijden. Met zijn academische, politieke en aartsbisschoppelijke vrienden sprak hij wellicht, net als thuis, en met Duitse heel wat flamigante vrienden overigens, hoofdzakelijk Frans. Maar dat hinderde de strijd die hij voerde niet. Willems kreeg al tijdens zijn ballingschap de eretitel Vader van de Nieuwe Vlaamse Letteren. En hij zal als vanzelf het centrum van de Vlaamse beweging worden. In 1836 werd hij voorzitter en drijvende kracht van de maatschappij tot bevordering der Nederduitse taal en letterkunde. Die maatschappij gaf 10 jaar lang, en dat bedoel ik eigenlijk Willems, gaf 10 jaar lang het geleerde Belgisch Museum uit en hield zich verder hoofdzakelijk bezig met het ontwerpen van een eenheidsspel. Jaren duurde het vooraleer enkele gelijkgezinden en luchtende spelling die Willems al in 1824 ontwierp te doen aanvaarden. Een belangrijke overwinning. Ten eerste, omdat zonder eenheidsspelling het land overgeleverd zou blijven aan de chaos van de dialecten en het Nederlands nooit een officiële status zou kunnen bereiken. Ten tweede, omdat de verschillen met de spelling Siegenbeek in Nederland heel beperkt blijven en men van één culturele ruimte kon blijven spreken. De eenheidsspelling was een belangrijke overwinning, omdat er echt wel een strijd, een heuse spellingoorlog aan vooraf ging. Met allianties en het opzeggen van allianties. Met zoeken naar strategische partners, met dubieuze petities en machtsgrepen, met lobbyen bij politici en filibusteren in de Kamer. De spelling kwam er, Nederlands in België werd er door veilig gesteld en de verdienste was in zeer grote mate die van Jan Frans Willems. Jan David en Willems, David en Willems zijn altijd heel goede vrienden geweest. David en Willems lukte er net niet in hun maatschappij tot een academie te maken. En dat was voor enkele jongeren reden om te trachten de Vlaamse beweging te politiseren. Het petitionement van 1840, waar de Blommaert, Snellaert en de Laan het initiatief namen, maakte duidelijk dat de taalvraagstuk als een zaak van nationaliteit moest worden beschouwd. Het zette de Vlaamse eisen op bereiking en plaatste ze, zonder veel succes, op de politieke agenda. Er zijn gedurende 150 jaar wel wat twijfels geweest over het auteurschap van dat petitionement, maar ik ben ervan overtuigd dat de uiteindelijke Gentse tekst van Willems hand was. De Vlaamse zaak was te belangrijk om ze niet zelf te behartigen. Daarmee legde hij wel zelf de grondslag van de Vlaamse beweging die hij altijd als culturele emancipatiestrijd had gezien, de politieke beweging te maken die ze na zijn dood werd. De taal is gans het volk, zoals bekend.